gemeente Goes vindt het enorm belangrijk dat iedereen in onze samenleving kan meedoen. Dat iedereen kans heeft op een baan. Omdat een baan, het hebben van een zinvolle daginvulling, enorm belangrijk is. Nu is het helaas zo dat er ook mensen zijn die wat we noemen een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. En die heel erg veel moeite hebben om aan een baan te komen. En die dat zonder hulp, zonder een stukje begeleiding ook niet voor elkaar krijgen. Dat heeft de gemeente Goes zich aangetrokken. En om die reden heeft de gemeente Goes een wijkbedrijf ingesteld. En een onderdeel van het wijkbedrijf is de AFAC. Dat is een plaats waar mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, zoals we dat noemen, dat kan zijn door een lichamelijke of een andere beperking, arbeidsfit gemaakt worden, werkritme op kunnen doen, mee kunnen draaien, een bepaald ritme kunnen opbouwen, waardoor hun kansen op de arbeidsmarkt worden vergroot. En die formule van het wijkbedrijf, die formule van de AFAC, de AFAC is de plaats waar fietsen gerepareerd worden door mensen die we proberen arbeidsfit te maken. Die formule is enorm succesvol gebleken. We zijn nu een aantal jaren bezig met het wijkbedrijf en met het AFAC. En in die korte periode hebben we 40 mensen die zonder externe begeleiding er nooit in geslaagd zouden zijn om werk te vinden. 40 mensen hebben we nu de achterliggende periode aan een baan kunnen helpen. Daar zijn wij als gemeente Goes enorm blij mee. Daar zijn we ook enorm trots op. In de eerste plaats voor de mensen die het betreft. Want die mensen hebben weer zinvolle invulling van hun dag. Die mensen hebben weer perspectief. En om die reden hebben we de constructie van het wijkbedrijf en het AFAC. En daar lag een overeenkomst aan te grondslag. Die hebben we onlangs met 3 jaar verlengd. Omdat we als gemeente Goes met deze formule graag door willen gaan. Om iedereen, wat voor moeilijke omstandigheden hij of zij ook zit, kans te kunnen bieden op werk. Dat is belangrijk en daar gaan we voor. En de mensen die in het wijkbedrijf werkzaam zijn, ook in de begeleiding, die wil ik bij deze een heel groot compliment geven voor het mooie werk wat zij op deze manier doen.